Ik vind het grote belang van dit boek dat het de nadruk legt niet op mensen die die oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, maar op de generaties die daarna gekomen zijn. En dan zie je dat een oorlog iets is wat tot tweede en derde generatie een diepe invloed heeft, een slechte, een dramatische invloed. En het leidt voor de zoveelste keer tot de conclusie: oorlog moest godverdomme verboden worden.